Dit is deel 4 van mijn solo fietsreis naar Santiago de Compostela. Een 40-daagse fietstocht gestart vanuit Nederland. En op dit punt, net voor de voet van de Pyreneeën, begin ik met etappe 21. Ik heb er al 1900 kilometer op zitten. En in deze video etappes 21 tot en met 30. Alle etappes keurig gedownload en in Komoot opgeslagen, maar daar was wat verwarring. Ik kan namelijk in Oloron de Pyreneeën oversteken of bij Saint-Jean-Pied-de-Port. Zoals ik het hier even teken, dus het Franse deel, dat stopt hier bij de Pyreneeën. En je kan bij Oloron de Pyreneeën oversteken en dan de reis vervolgen. Of onder de Pyreneeën langs naar Saint-Jean-Pied-de-Port en daar oversteken. Deze twee had ik niet van tevoren opgeslagen en daar heb ik uiteindelijk wel voor gekozen. En daar gaat het dus meteen al in de eerstvolgende etappe lekker mis. Op Hemelvaartsdag vertrek ik dan vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar Pamplona. Een klim van 2450 meter. Na een gezellig ontbijt met de groep en nemen we afscheid. Ik schrijf nog even wat in het gastenboek, want wat was het een fijn adres. Het is rond 8 uur, Hemelvaartsdag. Ik verlaat Saint-Jean-de-Port, ik kan het helemaal niet uitspreken, die plaatsnaam. Nog 10 kilometer en dan ben ik in Spanje. In een hostel geslapen. Heel bijzonder stadje dit. Maar nu begin ik aan deel 3. 5 kilometer gefietst. Ik denk dat ik al 100 wandelaars heb ingehaald. Hele steile klim om mee te beginnen. Alive and kicking, that's what it does. Oh, now I can't stop because I'll wait there. No problem. You can't slow down. Nou, dit was een hilarisch moment. Ik wilde niet stoppen om mijn telefoon weer te moeten aannemen. Want stoppen zou betekenen dat ik weer achteruit zou rollen. Ik heb ze gevraagd, geef me even een duwtje, zoals je dat ook bij de Tour de France ziet. En zo kon ik weer beginnen. Ja, tenzij er zo'n vlak stuk is in een haarspeldbocht, want hier kon ik weer even wat filmen. Ja, daarboven in de bergen, die koeien met die enorme bellen om. Ik zou er echt helemaal horendol doof van worden. Wat een herrie. Maar goed, die beesten die weten niet beter. En ja, ze horen mij dan daardoor waarschijnlijk ook niet. Ik fiets er lekker tussendoor. Ik weet niet wie er meer bang is, de koe of ik. Hopplakee. Nou, ik heb het enorm naar de zin hier, zo hoog in de bergen. Met al die prachtige vergezichten ook. Zelfs de paarden hebben bellen om hun nek hangen. Had ik nog nooit eerder gezien. Maar ik begin me inmiddels wel een beetje af te vragen, waar zijn al die andere fietsers? Ben ik de enige die hier de Pyreneeën overgaat? Ik heb al 13 kilometer gefietst. En ik zou na 10 kilometer al Spanje moeten binnenrijden. Dus het wordt steeds stiller, maar ook vooral veel kouder. We zitten heel hoog hier en ik heb het hartstikke koud en ik ga toch eens vragen, is dit de weg naar Pamplona? Ja, ik kom er dus achter dat ik de wandelaars ben gevolgd wat niet had gemoeten. Dat zijn die groene stipjes. Ik had die blauwe lijn moeten volgen. Er zit niks anders op. Ik moet weer een stuk terugfietsen en aansluitend een hele lange afdaling doen om uit te komen bij het stadje Arnegui. Nou, het was al heel erg koud en als je gaat dalen, dan word je nog een keer meer koud. Dus man, wat heb ik een kou geleden op dit stukje. Maar goed, ik kom uiteindelijk toch op de goede weg uit en in Spanje. Boven gekomen bij de Roelandspas kom ik aan in het stadje Roncesvalles. En hier in deze herberg, restaurant, neem ik een lekkere pauze. En is het hoog tijd om de accu van mijn fiets op te laden. En ik gebruik de tijd dat ik moet wachten tot die weer opgeladen is, om een kijkje te nemen in dit oude bedevaartsoord. Het is een 12e, 13e eeuws kloostercomplex.
met hun pelgrimse herberg. Een gotische pelgrimskerk. Het is op 27 kilometer vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port, dus de eerste stop ook voor de wandelaars. En het wemelt er hier ook van de wandelaars die allemaal in deze herberg een plekje kunnen vinden. En de kerk, die prachtige glas in loodramen. Het ademt een hele oude sfeer, hele rijke sfeer. Kun je van alles voorstellen wat zich hier allemaal al heeft afgespeeld. Zo, na zo'n 3 kwartier wachten ga ik weer verder. De accu is niet helemaal opgeladen, maar ik hoop dat het genoeg is. Ik kreeg die ochtend van Roger, die ook in Pamplona is, een uitnodiging om elkaar te gaan ontmoeten. Nou, dus eerst maar eens even zorgen dat ik door kan gaan en de top kan halen. Dat was niet de bedoeling. Accu is helemaal leeg. Ik eigenlijk ook. Ik moet nog een klein stukje klimmen en dan is het bergafwaarts. Daar had ik een beetje op gegokt dat het zou lukken, helaas. Naar Pamplona. Dus een stukje lopen. Zo fiets ik dan rond 5:30 pas Pamplona binnen. Ik dacht dat ik al om 4:00 zou zijn, maar door steeds weer moeten bijladen tot 2 keer toe, is het een stuk later geworden. Ik heb afgesproken met Roger, maar wat een dag, 105 kilometer gefietst, waarvan ruim 2000 hoogtemeters. Ik ben helemaal gaar, hartstikke moe en ik ben super blij dat ik niet hoef te zoeken naar een hotel. Want ik ga aanschuiven bij Roger. En hij heeft een hotelkamer waar nog een 1-persoonsbed staat. Dus daar ga ik lekker gebruik van maken. Het is een super zware dag geweest, maar ik had hem voor geen goud willen missen. En ik zal hem altijd blijven herinneren. Wat een topdag. De ochtend besteden we om Pamplona te verkennen. Heel eind wandelen. We zitten in de wijk Burlada. Dus het is best wel een stukje lopen naar het centrum. Maar hier zien we al allemaal aanduidingen van hoe je als pelgrim de stad mag verlaten. Overal staan de pijlen. De stadsmuur van Pamplona. Het oude stadsdeel. Dit is de kathedraal van Pamplona. Ja, ja, oké. Staat hier ook. Ja. Mega groot. Ja. We gaan naar binnen. Hotel de Ville, het gemeentehuis. Prachtig. Midden in Pamplona. Ja, ik moet hier toch echt even op gaan bewegen. Deze heerlijke muziek en het park, die rust. En mijn lijf die schreeuwt om even wat rekken en strekken. Die klim van gisteren, die zit me behoorlijk in de benen. Mijn benen doen gewoon eigenlijk pijn. Met name de bovenbenen. Mensen zeggen steeds kuitenbijters, maar daar heb ik geen last van. Het zijn mijn bovenbenen. Ik besluit om echt rust te pakken. Ga terug naar de hotelkamer. En werk daar deel 2 van mijn reis voor YouTube uit. En verder lekker helemaal niks. Etappe 22 vandaag, van Pamplona naar Los Arcos. Het is al ruim 1000 meter klimmen, maar ook 1000 meter dalen, dus dat ziet er goed uit. Eerst weer even een ontbijtje scoren.
word er steeds beter in. Een lekker stevige bak koffie en een lekkere croissant en een baguette voor onderweg. En onderweg, ja, het kan bijna niet missen. Ik kan gewoon de pijlen volgen. Overal zijn de aanduidingen. Pamplona is als het ware in meerdere lagen als het ware opgebouwd. Een hoger gelegen deel en het oude stadsdeel. En zo met de stroom mee de stad uit. Er staat een behoorlijke portie wind. Die wind staat gelukkig, en dat zal een aantal dagen zo blijven. Ik heb hem in de rug, dus dat is heel erg fijn. En hier zie je dat ook in Pamplona er voor de fietsen behoorlijk wat veilige paden zijn gecreëerd, los van het verkeer. En dat is gewoon heel lekker om te volgen. De route die meandert lekker door het landschap. Het is mooi om weer een eind van me af te kunnen kijken. Af en toe een stevige afdaling hier, eentje van 8%. Verschillende stadjes door. Het stadje Oterga is deze. Blijft er altijd leuk om die verschillende steden te zien. En dan het volgende stadje is Obanos. Ik vind het altijd opvallend hoe weinig mensen er eigenlijk maar op straat zijn. Dat alles zich binnen afspeelt. Een heel mooi oud stadje. En dan kom ik uiteindelijk uit in het stadje Puente de la Reina. En dat is bekend om de prachtige brug ook daar. Dat is ook echt zo'n pelgrimsoord. Dus hier Puente de la Reina. En de ooievaar is ook hier bovenop het dak. Nou, die zie je dus echt ook overal. En de zwaluwen, ja hoor. Het wil nog niet echt zomeren, maar het blijft hoop geven, zwaluwen. En hier door Puente de la Reina, Garés, een mooie stadje. Altijd een beetje apart dat je zomaar door zo'n stad kan fietsen. De neiging om af te stappen, maar goed, er rijden ook auto's, dus ik mag hier gewoon fietsen. Mooi oud, sfeervol. En daar de brug waar Puente de la Reina om bekend staat. Leuk dat gewoon midden in een stadje ook een skelterbaan is voor de kinderen in Val de Jerry. Zo mooi hoe die oma daar in de deuropening staat te genieten met haar telefoontje in de handen. Ja, leuk. En de triathlon die in Pamplona georganiseerd werd, die komt ook hier langs. Ik dacht nog, ja, misschien krijg ik ook een beker. En dan het stadje Estella. De wandelaars die ook niet meer zo fris lopen. Ik besluit tot uiterlijk 4 uur door te fietsen en dan een slaapplek te vinden. Want mijn benen zijn nog steeds niet echt fris na die lange etappe richting Pamplona. Het is een stukje dalen en uiteindelijk ook nog even weer een stukje klimmen. En zo kom ik rond 4 uur aan in Los Arcos. En in Los Arcos vind ik een albergue. Ik zal daar eens aan moeten geloven. In deze albergue is nog een plekje voor me. In eerste instantie zou het een grote slaapzaal zijn met wel 20 stapelbedden. Maar gelukkig is er ook nog een kleinere zaal met 4 stapelbedden. Bed 12 is voor mij en het kost slechts 8 euro. Het leuke van zo'n albergue is natuurlijk wel dat er mensen van over de hele wereld zijn. Het is een drukte van belang allemaal tegelijk koken. Je moet een soort hoes om je bed. En er wordt van je verwacht om 10 uur alles stil. En om 8 uur 's ochtends moet iedereen weg zijn. Etappe 23 van Los Arcos naar Santo Domingo. 1100 meter klimmen staat er op het programma. Een paar stevige kolletjes. Het is een kort nachtje, want om 5:30 beginnen de eerste wandelaars hun spullen al te pakken. Dus ik ga er ook maar vroeg op uit. Het is wel mooi. Daardoor een mooie zonsopkomst. Mooie zonovergoten velden. Prachtig licht daardoor ook. Lange schaduw. En zo ga ik op pad voor de etappe van vandaag. Onderaan kan je de weg zien. Geklommen naar daar naar boven.
En dan de stad Logroño voor me. De stad in de regio Rioja, bekend om al zijn wijnen. Hier ook alle druivenstruiken. Het is een hele sportieve stad. Ook hier weer heel fietsvriendelijk. En ik ga in de stad op zoek naar weer een bakkertje. Om lekker een koffiepauze te pakken en een broodje te scoren. Nou, die bakker heb ik gevonden. Wat een liefde zit er in het brood bakken bij deze. Ja, super veel keuze. En het is ook leuk om even gewoon achter me in de bakkerij te kunnen kijken waar het brood gebakken wordt, de bakker bezig is. En dan kan ik weer lekker met een gevulde maag verder de stad uit. En ik zei al, het is een sportieve stad. Er wordt veel gewandeld, hard gelopen, gefietst. Hier zie je die eekhoorntjes. Zelfs die zijn druk in de weer. En langs het meer kan zelfs gekanoed worden. Dit fenomeen dat je in het gaas de takjes gestoken ziet in de vorm van een kruis, dat ben ik ook meerdere keren tegengekomen. Dat is kennelijk iets wat de pelgrims doen. En dan hier het stadje Navarrete. Het is een koude start geweest vanochtend, maar je ziet wel, de lucht is mooi blauw. Het is lekker aan het opwarmen. Dus hier het pleintje waar nog meerdere pelgrims lekker aan het uitrusten zijn, besluit ik om een laagje kleren uit te doen, lekker in mijn korte broek en sandalen door te fietsen. Het is prachtig weer. Door de Rioja-regio. Nou, hier dan eindelijk enorme druivenranken, druivenvelden. En natuurlijk ook de Bar Bodega. Hier worden ze gebotteld. Ja, wat ik het leukste vind is om een broodje gewoon te eten tussen de locals op een pleintje. Nou, hier is dan ook weer zo'n gelegenheid. Gezellig om daar gewoon tussen te zitten en een beetje de sfeer te proeven. Nadat mijn ketting er afgelopen was, maar gelukkig weer opgelegd is. Een lange rechte stukken. Ik heb me voorgenomen om door te fietsen naar Santo Domingo. Weer een lange etappe, 94 kilometer voor vandaag. Podcast op om een beetje afleiding te hebben. En ik neem me ook voor om de afstand op te delen in blokken van 5 kilometer. Zodat ik het mentaal ook kan afleggen. Zo, voor vandaag, na al die dagen, een hotelletje, lekker voor mezelf. Perfect, het is nieuw, helemaal fris. Super fijn, eventjes. Ik heb me lekker even gedoucht, weer met zo'n heerlijke, dikke hotelhanddoeken kunnen afdrogen. Nog even wat spulletjes uitgewassen, ondergoed, want ik heb steeds maar voor 3 dagen bij me. Dus ja, dat moet even weer lekker fris. En na het eten nog een rondje door het stadje gelopen. Blijft altijd mooi, die oude steegjes en gebouwen. Heerlijk om even geen energie van andere mensen om me heen te hebben. En een heerlijke nacht gemaakt. Etappe 24 van Santo Domingo naar Burgos. Het lijkt goed doen, de etappe, dus niet heel veel klimmen. In het begin zeker. De fiets is keurig onder het plastic. Wat een verzorging door de eigenaar. Haal mijn spullen weer verzameld en op de fiets. Gepakt en zo op pad in alle vroegte. Het is nog een beetje fris, het is maar 10 graden bij vertrek. En het eerste stuk van de weg, het is heel erg lang. De eerste 15 tot 20 kilometer wel, zijn die echt mooi. Een lange rechte weg. Die moet behoorlijk, ja, op de vluchtstrook van de weg kan ik fietsen. Maar gelukkig, het is niet zo druk. Dus prima te doen. Eindeloos ver van dit soort velden. Ik zag net een groepje arbeiders dit aanplanten. Dat waren overigens Polen, dus dat fenomeen kennen ze hier ook. Ik weet niet wat voor plantjes het zijn, maar veeteelt zie je hier bijna niet meer. Het is allemaal akkerbouw. Wijd van je af kunnen kijken. Burgos, de stad waar ik vandaag naartoe fiets. Is tevens de hoofdstad van deze regio, Burgos. Ondertussen geniet ik van de prachtige bermen. Het is onvoorstelbaar mooi wat je daar zowel tegenkomt. Kleurrijk,
wat andere mooie wat ik onderweg tegenkom. Zoals bijvoorbeeld ook een begraafplaats. Ja, is altijd indrukwekkend in het buitenland, hè? Hoe die alleen al aangelegd zijn. Mooie entree. Maar ook de vele muurschilderingen op huizen zijn er veel van. Steeds weer prachtig om die te zien. Dan verlaten we eindelijk de verharde weg en gaan we op het gravelpad wat meer kronkelen, meer in het landschap. Autoluw, lekker genieten. Maar onderhand ook wel gestaag klimmen. Hier komt de eerste klim op weg naar de pittige klim voorbij Villa Franca Montes de Oca. Heel in de verte zie je de weg. Je ziet hem mooi slingeren. En dan hier onderlangs naar boven, achter die top langs. En dan komt hij hier weer uit. En zo. Bijna aan de top van deze, dan ben ik 1000 meter hoog. Wat een waanzinnige view. Een klim in pashoogte van 1130 meter hoogte. Maar gelukkig hoefde ik niet helemaal vanaf nul te beginnen. Ik was al op 500 meter hoogte. En het mooie van zo'n klim is dat je ook weer lekker kan dalen. En dat vind ik al een mooi psychologisch inzicht. Je kan heel erg opzien tegen dat klimmen en denken, wow, obstakel. Maar goed, het fijne is ook dat je daarna weer lekker kan dalen. En daar hou ik me dan ook aan vast. Dat is een mooi vooruitzicht. Naast alle uitzichten sowieso. Als eindpunt van deze etappe heb ik het hostel uit het routeboekje gekozen. Lijkt me makkelijk, hoef niet zo te gaan zoeken in de grote stad die Burgos is. Dus nog even in een prachtig lommerrijke omgeving. Maar de weg wordt inmiddels recht toe recht aan en uiteindelijk weer op een grote weg met alleen maar een fietspad aan de zijkant. Vluchtstrook eerder. Er staat lekker veel wind, maar die heb ik mooi achter. Dus het schiet lekker op hier. En ik heb altijd wel interesse voor alle sportvelden in het buitenland ook. Hoe gaat dat in het buitenland op de scholen? En dan Burgos. Ik ben al aardig op tijd in het hotelletje. De hostel blijkt toch een soort hotel te zijn. Een lekkere kamer weer voor mezelf, best ruim. Dus ik ga lekker even chillen voordat ik de stad in ga. En natuurlijk even bij het restaurant Favorita even een bakkie doen. En ook Burgos heeft weer een prachtige kathedraal. En het beeld hier op het bankje, ik denk dat iedereen die wel op de foto heeft staan, dus ik ook. Maar ik ben een beetje kerkmoe, een beetje kathedraalmoe. We moeten iedere keer 10 euro zo'n beetje entree betalen. En ik vind het wel best. Ik vind de buitenkant mooi genoeg. Ik vind het vooral leuk om op de Bonnefoy het stadje in te gaan. Hier kom ik dan uit op de soort boulevard met prachtige plataanbomen. Ietsje verderop zijn ze nog ouder en nog meer vergroeid. Echt een dak boven je hoofd. En ja, ik heb weer pech met het vinden van een restaurant. Ja, ik vind ze wel, maar ze zijn gewoon nog niet open. De restaurants gaan om 9 uur open. Dat vind ik echt te laat, dus het wordt weer een hele eenvoudige maal. Maar meer dan genoeg, een soort tapasgerechtje voor vandaag. Etappe 25 van Burgos naar Carrión de los Condes. Beetje klimmen, 700 meter en 800 dalen. Een lange etappe gaat het worden. Maar eerst in Burgos weer een bakkertje opzoeken. Het is een beetje aan het druppen als ik 's ochtends op pad ga. Maar toch een bakker gevonden die al op tijd open is. Ik ben al om 7:30 op pad, dus zo vroeg zijn de bakkers open. Lekker ontbijtje scoren. Nog een keertje. Langs gaan nu recht door op Plaza del Rey San Fernando. Kathedraal en ook nog even fietsend onder de platanen door. En zo vervolg ik mijn route. Ik verlaat de stad Burgos. Je ziet er een donkere lucht boven hangen. Ik was wel een beetje aan het druppen. Een aardige klim naar boven. Ik dacht dat het de hoofdvlakte was, maar nog niet. Een paar klimmetjes wel vandaag. En dan zie ik ineens op een bord
Madrid staan. Ik moet me gewoon even in de arm knijpen. Ik fiets gewoon in Spanje. Dringt in alle hevigheid tot me door. Blijft onwerkelijk. Even als deze mooie vergezichten. Het is een recht toe recht aanweg, maar tegelijkertijd ook met mooie vergezichten. En nog steeds die prachtige bermen. Ja, er zijn een paar van die broodje aap verhalen zoals er is. Bijna geen overnachtingsplek te vinden. Alles is volgeboekt. En ook kijk uit voor de wilde honden in Spanje. Nou, ik zie alleen maar dit soort leuke voorbeelden. Hier nog een keer die prachtige berm. En ik heb gewoon iedere keer geen overnachting vooruit geboekt. Ik ga gewoon op de Bonnefoy op pad. En er is steeds weer opnieuw een overnachtingsplek voor mij. Misschien een keertje volgeboekt. Dan probeer ik het volgende adres. Maar het lukt gewoon steeds. Dat onbezorgde, 's ochtends niet weten waar je 's avonds gaat overnachten, ik vind het heerlijk. En dat geeft me een enorm gevoel van vrijheid, dus daar geniet ik enorm van. In de streek Cavia en later ook in Iglesias, het zijn uitgestrekte graanvelden, glooiende hellingen, weinig veeteelt. Kijk wie ik nou tegenkom, sinds 2 weken. De tour bevindt zich nu voor je. Slaas zo meteen linksaf. Ik kom Ruud weer tegen. Nee, ik Rita. Oh, ja. Nou, echt superleuk. Dus we fietsen even een eindje samen op. Leuk hoor. Ja, leuk om met Ruud even een tijdje op te fietsen. Op etappe 13 was hij mijn reddende engel, omdat ik als een verzopen kat op een camping aankwam. En Ruud fietst samen met Arjan, ook een Nederlander. En zo gaan we deze dag. En we komen aan hier bij vroegere abdij San Anton. Mooie bezienswaardigheid. Een hele oude uit de 12e tot 14e eeuw. Is niet helemaal duidelijk van wanneer dat dateert. Voor ons ligt Castro Jerit. Een heel mooi op een heuvel gelegen oud stadje. Ook weer zo'n mooi straatje om doorheen te fietsen. En dan kom ik ineens. Ik hoor een prachtig bekend geluid voor mij. De bekende klanken van meditatiemuziek. En zomaar in die drukke straat een meditatiecentrum waar je naar binnen kan lopen, even je rust kan pakken en waar dagelijkse sessies gehouden worden. Zo mooi en sereen. Mooi uitzicht. Heel pakkend, deze rust. Terwijl het dagelijkse leven gewoon voorbij raast. Ruud, Arjan en ik besluiten samen een hapje te gaan eten. Ik wil echt nu een warme hap hebben, want dat is me een paar keer mislukt. En dan besluit ik om door te fietsen. Zij gaan op zoek naar een camping en ik ga verder op pad. Deze lange weg die dwars door het landschap heen gaat en moet klimmen. Het wordt een enorm steile klim, 11% omhoog. Dus het is stevig aan de bak. En dan mooi en ver van je af kunnen kijken. Even genieten van dat euforische moment. Maar dan ook meteen daarna 18% dalen naar beneden. Het gaat echt heel erg steil. Dus ik heb eigenlijk alleen maar op de rem gestaan. Maar dat is ook nog eens heel slecht wegdek. En weer een lange, lange rechte weg. Wel heel mooi weer met die klaprozen en de granen die door de wind wuiven. Het gravelpad, dat voor de wandelaars wel heel erg lekker is om overheen te lopen. Maar uiteindelijk, oi. Mijn fiets heeft er moeite mee en het gaat niet helemaal goed door al het getril en gedender. Bad luck. Er is een schroef afgedenderd, dat is mijn hele bagagedrager. Nou, met handen en voeten heb ik kunnen uitleggen wat er aan de hand is en ben ik prima geholpen. De bagagedrager is voorlopig stabiel genoeg en mijn tas kan er weer aan en ik kan verder. En hier bij de waterwegen door de Romeinen aangelegd in Canal de Castilla. Indrukwekkend wat ze al eeuwen geleden hebben aangelegd en de watervoorziening in deze droge hoogvlaktes hebben kunnen regelen. Indrukwekkend waterwerk van de Romeinen.
Hier de sluizen die etappengewijs boven elkaar zijn aangelegd om zo het water te kunnen beheersen en de boten door te kunnen laten. En zo kom ik aan in het stadje Carrion de los Condes met een mooi klooster. Een albergue is daarin gevestigd waar ik ga overnachten. Deze plek ademt wel een hele fijne rust. Ouderwets in een slaapzaal. Een beetje L14 is voor mij. En zo gaat het er dan toch in een albergue. Na een lekkere douche, want het was toch weer aardig werken vandaag. 96 kilometer gefietst was deze etappe. Even het stadje in op zoek naar de buurt. Super. Even opgezocht waar die dan zit. Om groente, fruit en ook even wat eieren en yoghurt te halen. Om de eiwitten weer een beetje aan te vullen. Je moet wel goed blijven eten. Het klooster zelf heeft geen wifi of internet. Dus ik moet een café om de hoek gebruiken om te kunnen bellen, te kunnen internetten, om een Polar Steps weer bij te werken. Ik zoek even contact met mijn lief, met Ron. En ik word hier toch echt wel een beetje overvallen door heimwee. Ik begin het een beetje zat te worden. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik hier echt zo door overmand word. Wel fijn om dan even met het thuisfront te kunnen bellen en lekker slapen. Etappe 26 van Carrion de los Condes naar León. Dit is halverwege de Spaanse Camino. Nieuwe dag, weer op pad. Ontbijtje gehad. Op naar León. En kijk eens, hele blauwe lucht. Ook vandaag geluk met het weer. Er staat aardig wind, maar ik heb hem achter. De wandelaars en de fietsers gaan hier een heel eind samen op. Het zijn best heel veel wandelaars inmiddels. Het lijkt alsof het er steeds meer worden onderweg. En ook hier weer een gravelpad. En het is wel apart om te zien. Ik kan heel ver van me afkijken. Het is een enorme vlakte. Maar toch zitten we hier op 800 meter hoogte. Het lijkt wel de Noordoostpolder, zo vlak is het. Zwaluwen in de lucht, ja ja. Hier tijdens een pauze, een bakje koffie en een broodje, hak ik een knoop door. Ik ben eruit. Oké, ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga eerder naar huis. Ik loop voor op het schema. En gisteren overviel me ook, dat was al een beetje aan het broeden de laatste paar dagen, een gevoel van heimwee. Ik ben een beetje zat, na al die dagen fietsen. Tranen natuurlijk ook. Dus ik ga eerder naar huis. Ik loop voor op schema, ik kom vandaag aan in Lyon en dan is het daarna nog 4 dagen fietsen. En ik hoef dus niet te wachten tot volgende week zaterdag. Ik ga lekker die rustdagen thuis pakken. Dus ik ga eerder naar huis. Ik ga mijn vlucht omzetten. En ik verheug me er heel erg op om gewoon lekker naar huis te gaan. Ondertussen is het natuurlijk nog steeds mooi. Prachtig weer. Maar ik ben een beetje vol. Verzadigd. Spons. Ik heb niet zo heel veel meer op. Dus ik ga eerder naar huis. Heel fijn vooruitzicht. De streek León. Ook hier weer is de hoofdstad van deze streek de plaats León. Is een hoogvlakte. En deze dames die vieren hun halfway point van de Camino Francés. En dat is in het plaatsje El Burgo Ranero. Je ziet inderdaad die hoogvlakte. Het is, ooit zijn de boompjes aangeplant om wat schaduw te leveren. En hier in het stadje Mansilla de las Mulas. Een heel mooi monument. Het is een heel oud vestingstadje. Ook in de tijden van de pelgrims. Ja, hier het uitgeput zijn, moedeloos. Nou, heerlijk bemoedigend beeld op zo'n dag die ik vandaag heb. Ik denk, wat een herkenning zie ik hier. Het is ook heel erg een landbouwstreek.
Er volgt nog een lang recht stuk over een niet al te leuke weg. Weinig ruimte voor de fietsers. Gelukkig is het er niet te druk en dan is daar ineens Lyon. Het is wel grappig dat sinds ik die knoop heb doorgehakt het fietsen een zo'n stuk makkelijker is gegaan. Ik kom heel mooi en opgefrist Lyon binnen. En als ik op mijn kilometerteller kijk, zie ik dat ik 104 kilometer heb afgelegd. En kijk eens naar het aantal blokjes. Gewoon nog 4 van de 5 blokjes over met deze afstand. Alleen maar wind achter en een vlakke rit. Ja, dat doet dus met je energie het nodige. Dus ik kom in de stad aan en ga eerst eens een plekje opzoeken om een bakje te drinken. En ga pas dan, terwijl ik in de stad ben, op zoek naar een overnachtingsplek. Bevalt me prima om dat gewoon op het allerlaatste moment te doen. Het vertrouwen dat dat goed komt is inmiddels stevig geankerd. Ik maak me daar geen enkele zorgen om. Via booking.com kom ik uit op dit hostel. Palacio Giabacinto. Geweldig leuke plek voor 15,50 een slaapplek. Inclusief ontbijt met katoenen lakens, onbeperkt koffie en thee. Ik vind het bijzonder. Het is een hele sfeervolle plek. Helemaal de sfeer die ik aangenaam en prettig vind. Het is schoon, het is opgeruimd. Je hebt aardig de ruimte. Helemaal goed. Super blij mee. Het is een echte gravel bike aan het worden. Het is behoorlijk vies. En nu naar de reparateur. Want dit zit met een spijkertje vast. En dat moet toch wel anders. Ik ga op zoek naar een fietsenmaker en vind er eentje. En terwijl de fietsenmaker bezig is het te repareren, ga ik een hapje eten. Terug bij het hotel begint het toch weer te regenen 's avonds. En dit is ook wel een bijzonder tafereel. Midden in de stad Lyon, gewoon een hondentraining. Nou, moe maar voldaan, val ik die avond in slaap en doe een heerlijke nacht. Etappe 27 van Lyon naar Rabanel del Camino. Het is een beetje vlak nog aan het begin met op het eind een lekker klimmetje. En heerlijk genieten van het ontbijt. Ik heb met deze gezellige man nog een biertje gedronken gisteren. Heeft me ook geholpen om een fietsenmaker te vinden. En dan rond 9 uur ga ik op pad. Ik heb in de ochtend mijn reis kunnen omboeken. Zowel het vliegtuig als de bus. Eigenlijk stiekem best wel een beetje trots dat me dat gelukt is om dat zelf te doen online. En zo verlaat ik Lyon. Opnieuw een prachtige route. Het is wel mooi hoe die ons over hele mooie wegen leidt. Nou, dit zie je dus heel veel onderweg. Ooievaars hier in Spanje. Op kerktorens hier een oud gebouw wat leeg staat. Nou, goedemorgen. Zullen we maar zeggen, even de bril af, dan hebben we oogcontact. Ik ben net de stad uit, een kilometer of 12. Lyon uit. En dan zit je weer hier. Kijk om me heen. In die prachtige natuur. De stilte. Ik heb vanmorgen mijn vlucht omgeboekt. 4 dagen eerder terug naar huis. Ik loop gewoon lekker voor op schema. Het gaat nog steeds hartstikke lekker en goed. Maar die rustdagen tussentijds nemen. Ik heb er helemaal geen zin aan en ook niet echt de behoefte aan. Ben ik misschien ook te rusteloos voor. Zit vol, heb ik gisteren al gezegd. Dus het voelt lekker. Het is me gelukt om de vlucht om te boeken. Niet zaterdag naar huis, maar dinsdag naar huis. En het is weer prachtig weer. Heerlijk. Het was wel heel koud vanmorgen toen ik opstond. Ik geloof maar 8 graden. Maar nu lekker mijn vest uitgedaan zojuist. Even een pitstop. Kan ik hem in beeld brengen. Daar staat hij in de berm. Op naar de bergen. Die kant uit. Je kunt ervoor kiezen om je rugzak vooruit te sturen of achteraf. In ieder geval te lopen zonder rugzak. En dan komt zo'n busje voorrijden. En die laat rugzakken in of juist weer uit. Deze dames die ontvangen nu hun rugzak. Mooi geregeld.
En dan deze prachtige historische brug met 18 stenen bogen over Rio Orbigo, het plaatsje Hospital de Orbigo. Een mooie feestelijke intocht lijkt het haast. Daar in de verte ligt weer een bergrug. En daar moet ik naartoe. Ik ben nu op 50 kilometer naar León. En de finish vandaag, over 30 kilometer, die is dus ergens in die bergen. Dus het is nu nog lekker vlak. Maar ik begin onderhand een beetje aan een voorzichtige klim. Daar gaat hij. Het is op dit punt dat ik het enorm naar mijn zin heb. Want het zonnetje schijnt, het is prachtig weer. Niet te veel wind. Ik ga echt spontaan zwieren op de muziek die ik op mijn oortjes hoor. En dan naar een vrij pittige, steile laatste klim, het stadje Astorga, ook echt zo'n pelgrimsoord. Vol met historische gebouwen en hier wat een bijzondere, net als in León, is daar de hand aangelegd door architect Gaudí. En ja, mooie historie. En zo worden we dan weer de stad uitgeleid en lekker weer het platteland op. Hier bloeit de lavendel al. Inmiddels alweer op zo'n 1000 meter hoogte. En op weg naar de bergen moet ik nog meer gaan klimmen. Hele mooie natuur. Bijna geen koeien gezien in Spanje. Hier zijn ze. Achteraan wat kalfjes. De slaapzaal voor vanavond. Oh, zo blij zijn als dit voorbij is. Dit plekje heb ik gekozen. Etappe 28 van Rabanal del Camino naar Linares. Een stevige klim aan het begin en een stevige klim op het eind. Veel hoogtemeters en totaal ander weer. Het weer van vandaag. Het is 7:30, het is keihard aan het regenen geweest al. En daar voor me is een berg, maar die kan je niet goed zien, want de regen zit ervoor. Er hangt een wolk. Ik ben weer helemaal in regenpak. En zo'n dag gaat het worden. Dus. Nou, het is ook wel bijzonder om mee te maken. De wolken. Waar ik als het ware doorheen fiets. En voor deze pas. Sneeuwpaden aan de kant van de weg. Nee, ik kan gewoon niet ver kijken nu, want het is overal wolken. Het is nu even een soort van droog. Dit is het markante punt. Cruz de Faro. Dat is waar allerlei mensen een steentje achterlaten. Geschreven, teksten, foto's, memories, hier gooien ze een last van zich af. Na een spectaculaire lange afdaling van 20 kilometer kom ik op dit punt aan en ik ben zo verkleumd dat ik mijn handschoenen bijna niet uitkrijg. Eerst even lekker opwarmen, bakje koffie en dan weer verder. Dan op weg naar Ponferrada en hier de Tempeliersburcht in Ponferrada. Het blijft maar spetteren. Je moet er maar inhouden en dan helpt het wel als je zo'n prachtige regenboog ziet. De regen wordt langzaam maar zeker een beetje minder. De zon begint langzaam wat door te komen. Het wordt beter. Het is een mooie huizen onderweg. Villa Franca del Bierzo, weer een hoogtepunt van de Camino.
Er volgde een vlakker stuk en ik dacht, vandaag gaat het me lukken om fatsoenlijk te lunchen. Maar of het was nog niet open, of ze boden alleen maar koffie aan, of een sandwich, dus een gewone warme hap. Het was te remote, weinig keuze, dus doorfietsen. Maar gelukkig is het inmiddels wel droog. Nou, tijd om even te filmen. Het was vanmorgen een heftig begin. Ik ben de slaapzaal met zo'n 20 stapelbedden uitgevlucht naar al dat gesnurk. 7:30 op pad en we hoorden het al stevig regenen. Dat is een groot contrast met gisteren. Regenpak aan. En ik zat al op 1100 meter. Dus moest nog naar 1500 meter klimmen. Dat was het beginnetje. Maar in regen en wind en ijskoud, 5 graden. Dus ik was helemaal doorweekt. En dan volgt bovenaan die Cruz de Ferro, is waar ik uitkwam, nog een hele lange afdaling van wel 20 kilometer. Dus gingen we van 1500 naar 500. In de regen, in de kou. Dus ik heb niet kunnen filmen, kunnen fotograferen. Maar nu het laatste stukje. We hebben nog zo'n 10 kilometer te gaan. Hola! Die mannen die keken heel jaloers. Ik haalde ze net in. Ja, ik heb een accu en zij niet. Ik heb nog 10 kilometer te gaan. En die zijn weer uphill. Dus het hele middenstuk was 500. En dan zal ik zeker even weer wat gaan filmen. Want het is super mooi hier. Maar het was gewoon te nat en te koud om te filmen. Dus dat ga ik zo dadelijk nog even lekker doen. Dan zie je nog iets van de omgeving. Nou, het laatste stukje van deze dag. Het routeboekje geeft aan een goede raad. Begin uitgerust aan de ruim 30 kilometer lange klim naar Sobrero. Want deze wordt het laatste deel pittig en valt te vergelijken met de Roelandspas. Nou, dat was niet te veel gezegd. Er kwam na een eind klimmen een wegomleiding. Fietsers werd geadviseerd of alle verkeer niet verder, want het loopt dood. Ik denk, ja, maar Komoot vertelt dat ik rechtdoor moet, dus daar koos ik voor. Ik bleef de weg volgen. Gestaag door naar boven. Totdat, ja, hier stopt gewoon echt de weg. De nieuwe snelweg die doorkruist de oude weg. En er is geen mogelijkheid om door te fietsen of op de vluchtstrook of wat dan ook te gaan. Er zit gewoon niets anders op. Ik zal terug moeten. Bleh. Gelukkig niet heel ver terug, want er blijkt redelijk dicht langs de nieuwe weg een oud karrenspoor te lopen. En die pak ik om de route te kunnen vervolgen. Weer terug op 1200 meter. Dat is best hoog. Niet hoe laag het daar beneden is bij die weg. Mooi uitzicht. Gelukkig weer mooi weer. Het is wel weer heel spannend, want mijn accu is bijna leeg en ik heb nog een paar kilometer te klimmen. En dan hoop ik dat er ergens een hostel of albergue is die nog open is en een plekje heeft. En gelukkig, hier is nog één bed vrij. Een hele mooie plek met geweldig mooi uitzicht. Prachtige ligging. Ja, het komt altijd op zijn pootjes terecht. Ik improviseer met de ingrediënten die ik heb en heb kunnen aanschaffen nog een maaltje. We zetten de fles wijn op tafel en het is gezellig na kletsen met al deze mensen van over de hele wereld. Ik ben de enige fietser weer te midden van alle wandelaars. En ik hoop op een heerlijk goede nachtrust. Etappe 29 van Linares naar Palas de Rey. Een etappe waar nog even een flinke klim is aan het begin en dan een hele lange afdaling en redelijk vlak. Vannacht op een kamer geslapen met 3 andere dames. Ik dacht, dat wordt een lekkere goede nachtrust, maar echt niet. Wat een gesnurk en gezaag. Ik zit al om 7:00 op mijn fiets. Ik vlucht als het ware de hostel uit en ben zo pist. Hier zit een patroontje dat zo op het einde van de Camino nog even zijn kop opsteekt. Het zegt natuurlijk niets over deze mensen, maar meer over mij. Het is me dan gewoon too much. Ik kan me niet terugtrekken. Ik word kribbig. Het maakt me verdrietig.
Weggaan is een oplossing. Vluchten, afreageren, maar het lost natuurlijk niks op. Nog een les of wat te gaan. Goed, na deze klim volgt een hele lange afdaling. Heel steil ook, 7%. Dus in vliegende vaart naar beneden. En even uitrazen. 7%. Ik haal hier zelfs 70 km per uur op mijn teller. En natuurlijk trekt ook deze bui weer voorbij. Lekkere koffiepauze en dan weer in alle rust op pad. De rit was verder heel mooi. Nog steeds veel klimmen en dalen, mooie dorpjes en vergezichten. En dan zit ik nou bijna op 100 km voor Santiago. Heel ver van je afkijken, dan het stuwmeer vlakbij Porto Marin. En vanaf hier is het weer 13 km klimmen. Pak nog een pauze en dan zie ik op een terras ineens Roger achter me zitten. Grappig om elkaar toch steeds weer onderweg tegen te komen. Heel veel wandelaars ook onderweg. Waar komen ze toch allemaal vandaan? Ongelooflijk, zoveel mensen van over de hele wereld op die Camino. Ik besluit in het volgende stadje Palas de Rij de rit af te ronden. Ik heb dan 92 km op de teller staan. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Lekker even douchen, biertje, nog buiten zitten, want het is prachtig weer. Maar 's avonds, surprise, weer een enorme heftige regenbui. En dan de allerlaatste etappe van Palas de Rij naar Santiago de Compostela. Het is nog steeds klimmen, maar vooral ook dalen. Maar we krijgen het niet cadeau op die laatste dag. Nog even de ketting goed smeren. En zorgen dat ook die laatste dag de boel lekker soepeltjes verloopt. Deze etappe nog veel wandelaars. Zeker aan het begin waar we nog samen opgaan. Wandelaars en de fietsers. Je ziet het is behoorlijk dampig nog naar de heftige regen van de avond ervoor. Dit is nou echt een gevalletje de mist ingaan. En dan worden de fietsers afgeleid, gaan een andere route, meer door de natuur, prachtig. Deze eucalyptusbomen die heel kenmerkend zijn voor dit deel van de route. Opnieuw klimmen. We krijgen nog aardig wat voor de kiezen aan klimmetjes. Zo'n 25 km voor het einde komen toch ook nog even wat emoties naar boven. Het besef van jeetje, ik heb het gewoon gedaan. Ja, gaaf. Gevolgd door ook de euforie. De uitgelatenheid. Lekker weer een beetje spelen onderweg. En genieten van alles wat er onderweg is. Nog steeds die mooie bermen. En de rozen. En dan de grote snelweg die vlak voor Santiago het laatste stukje aankondigt. En in de verte zie ik de stad dan al liggen. En ik heb nergens het bordje Santiago gezien. Ineens ben ik er dan toch. Het oude centrum is een weerwar van kleine steegjes en eenrichtingverkeer, vaak eindigend in trapjes. Maar het lukt me om in de hectiek van de vele toeristen toch het plein te vinden waar voor de vele pelgrims de tocht dan echt eindigt.
zit hier bij te komen, is foto's aan het maken. Camino Transport, fietsen hier achterlaten. Alles gelabeld. En dan komt het keurig thuisbezorgd. Mooi geregeld. Aangekomen in een stralend blauwe lucht. Maar nu komt zelfs hagel uit de lucht. Het onweert. Zo kan het ook. Met nog een aantal andere Nederlanders die ook dit weekend zijn aangekomen in Santiago spreken we af om gezamenlijk naar de pelgrimsmis te gaan die dagelijks gehouden wordt, 's middags en 's avonds. En nou, het is leuk om elkaar weer even te ontmoeten en samen een hapje te gaan eten om toch deze tocht met elkaar af te sluiten. Super gezellig! Heerlijke nacht slapen, wakker worden, in alle rust. Er hoeft vandaag helemaal niets. Ik gebruik deze dag om te kunnen zakken. Een beetje te struinen door Santiago. Steeds weer even terugkomen naar het hostel wat lekker centraal gelegen is. In de straat waar alle mensen hun credentials inleveren. En dan hun certificaat, want ik heb het gehaald, ophalen. Het is een komen en gaan van Camino-gangers, wandelaars, fietsers. Dus het is leuk om even weer op dat plein terug te komen. Gewoon maar te zitten daar. Iedereen die zichzelf of elkaar fotografeert en elkaar weer terugvindt. Het is mooi, alle energie die op dit plein hangt. En zo zal er voor mij ook ongetwijfeld een kentering zijn in de tijd en periode voor de Camino en een periode na de Camino. En wat dat nou precies voor verandering teweeg brengt of heeft gebracht, achteraf bekijkend, ik heb nog geen idee. Dit klooster, die inmiddels ook een hostel herbergt, is waar je in alle rust lekker kan genieten van de stille tuin. Het is echt super groot en hier ga ik tussen de middag een hapje eten. Het zijn allemaal kamers die daar zijn. Kennelijk kan je daar een kamer voor één persoon, een beetje de kloosterkamers, huren en overnachten. En hier kan ik voor €14 een minuutje kopen, inclusief een fles wijn nota bene. Nou, super geregeld. En het is lekker eten, zelfs nog een keuze. En de middag gebruik ik om een beetje te struinen door de stad, een ijsje te kopen, gewoon even te zitten op een plein. Souveniertjes aanschaffen en nogmaals om te kunnen zakken. En in alle rust de kathedraal nog eens even binnen. Gisteren wel geweest, maar toen moesten we echt op de plek zitten. En dit wierookvat heb ik helaas niet zien zwaaien. Wordt met 8 mensen in beweging gebracht. Dat moeten we dan maar op YouTube zoeken.
Het typerende geluid van Santiago, de doedelzak. Het staat altijd in een van de entrees, deze poort in ieder geval. Een doedelzak spelen om de wandelaars te verwelkomen. Dus als je dit geluid hoort, dan weet je, nu ben ik er bijna. En voor mij begint nu ook de terugkeer naar het gewone leven, de draad weer oppakken. En afscheid nemen van het pelgrimeren. Deze man is ook klaar met deze camino, maar hij gaat zeker nog verder. En deze shot symboliseert ook wel een beetje het grote reuzenrad, Red Race van het leven. Kijk of ik de rust kan bewaren. En dan de allerlaatste dag, afscheid van Santiago. Nog even naar het plein en op weg naar het station. Nog even een bakkie doen onderweg en in het treinstation is ook het grote busstation gelegen. Plekje gereserveerd vooraf, ook een stoel gereserveerd. En dan de bus van Santiago naar Porto. En het zijn bijna allemaal caminogangers die in deze bus zitten, dus het is vol met verhalen. En ik gebruik de busrit om alvast wat voor te bereiden voor de video. Alle spullen klaarzetten. En zo mijn reis nog eens even beleven. Aangekomen op het vliegveld. Inchecken. Ja, waar ik al een beetje op hoopte, was die bruine boterham met kaas. En die krijg ik in het vliegtuig. Yeah. Schiphol, wie staat daar te wachten? Het duurt hem veel te lang. Niet alleen Ron staat daar te wachten, maar ook mijn zus met de ballon. Welkom thuis. En is er toch een einde gekomen aan deze vakantie? Was het een vakantie? Ik ga nog eens even lekker de tijd nemen om een en ander te verwerken, een plekje te geven en mijn lessons learned op rij te zetten. Maar eerst rustdagen in Nederland.